project Kaart is gestart vanuit een aantal vragen die we hadden. Enerzijds zaten wij met heel sterk verouderde schoolgebouwen, zowel voor de gemeenteschool als voor de school van de Vlinder. We merkten ook dat in de wijk een aantal van de woningen bewoond werden door 1 tot 2 personen, terwijl dat grote gezinswoningen zijn, en dat er eigenlijk geen alternatief was. En tenslotte waren er ook nog heel veel sportclubs op zoek naar bijkomende sportruimte. Dus met die insteek zijn we eigenlijk project Kaart opgestart. We zaten met een complex vraagstuk. Om daar een antwoord op te bieden, hebben wij beroep gedaan op de expertise op de markt, dus op architecten, op projectontwikkelaars, op aannemers, om samen met ons vorm te geven aan een oplossing voor al die verschillende uitdagingen. Daarom zijn wij een concurrentiedialoog opgestart, waarbij eigenlijk de bedoeling is om door onderhandelingen te komen tot één duidelijk behoefteprogramma dat aan alle mensen van alle partijen kan voldoen. Ja, voor de gemeente is dit een uniek project met een verregaande samenwerking tussen tal van actoren. De scholen gaan wel naast elkaar blijven bestaan, maar waar mogelijk gaan zijn, natuurlijk proberen zoveel mogelijk samen te werken en ruimtes met elkaar delen. Ja, het project Kaart betekent voor onze school voornamelijk een vooruitgang. In de schoolgebouwen, het moderne lesgeven kan hierdoor meer kansen krijgen. We gaan gewoon veel comfortabeler met onze kinderen aan de slag kunnen. Ja, het was ook van begin af aan de bedoeling om het kleinschalige en het groene karakter van de Vlinder mee te nemen naar het nieuwe project eigenlijk. Wij hebben ook gekozen voor de nieuwe manier van lesgeven. Elke leerkracht zal wel zijn eigen klas nog hebben, maar telkens met een mobiele wand. Dus op deze manier kunnen zij kiezen voor individueel lesgeven of co-teaching bijvoorbeeld. We hebben ook een grote open ruimte met heel veel licht. Dat is eigenlijk een open leerlandschap. Misschien is dat ook de toekomst van het onderwijs, zullen we wel zien. Ik zou het wel heel fijn vinden om op deze school eens 1 dag terug les te geven. We gaan hier een nieuwe wijk, nieuwe woningen bouwen. Wanneer oudere mensen zeggen van mijn huis hier wordt te groot, zij kunnen naar een kleinere entiteit gaan. Er komen terug woningen vrij voor jonge gezinnen, die kunnen gerenoveerd worden. Dus ik denk dat dat een win-win situatie is voor iedereen. Duurzaamheid was enorm belangrijk voor de gemeente. Een van de programmapunten is het warmtenet aangestuurd op biomassa. En die biomassa halen we uit het houtafval van de laanbomen, dus eigenlijk van de lokale bomen hier in de buurt. Dus alle toekomstige gebruikers van de CITEC zullen dus warmte kunnen afnemen via dat warmtenet. Bij de start van het ontwerp hebben wij ook enorm ingezet op de publieke ruimte. Dat heeft geleid tot verschillende buitenruimtes met elk hun eigenheid. Nog een zeer belangrijke doelgroep naast de scholen zijn voor ons de bewoners. We hebben die ook mogen leren kennen in een participatiemoment dat plaatsvond in april 2018. Dan ook hebben wij er erg over nagedacht wie dat de nieuwe bewoners zullen zijn hier in de wijk. En zo hebben wij een nieuwe doelgroep in kaart gebracht en zijn we eigenlijk tot de leuze gekomen levenslang wonen in eigen wijk.